Oké, hier even een demo van de OWD-app voor de onderwijsdagen 2012. En ik laat hem zien op de iPad deze keer. Nou, hij opent heel snel zoals je ziet. De eerste keer dat je hem start, moet je een account aanmaken met een e-mailadres en een wachtwoord. Daarna hoeft dat niet meer. Nou, je ziet dat ik dat al gedaan heb en ik kom gelijk in het startscherm terecht. Nou, het eerste wat je ziet is een Twitterfeed van de OWD12 met de hashtag. En je ziet een aantal knoppen, die ga ik allemaal even behandelen. Daarnaast zie je hier ook nog een... Oh, wacht even, dat moet ik niet doen. Daarnaast zie je hier ook nog een balkje. Dat kan ik verplaatsen en zetten waar ik hem hebben wil op het moment dat hij een beetje in de weg staat. Nou, een aantal knoppen, programma, nieuws, volg OWD, informatie, thema's, keynotes, deelnemers en netwerkplein. Ik ga ze allemaal even bij langs en ik begin bij het programma. Nou, dan zie je de 3 dagen waarop de onderwijsdagen gehouden worden. En als je naar een dag gaat, dan krijg je een mooi overzicht te zien van de gezamenlijke activiteiten, zoals de opening, de keynote enzovoort. En je ziet de verschillende sessierondes met een andere kleur. Als je daarop klikt, krijg je een overzicht van de sessierondes. En als je dan op een presentatie klikt, krijg je de informatie daarover te zien. Bijzonder is wel dat op het moment dat je op zo'n presentatie klikt, je eigenlijk ook gelijk gekozen hebt voor die presentatie. Wil je nou toch een andere, dan klik je op wijzig sessie. En dan kun je een andere uitkiezen. Nou, het programma gaat er dus vanuit dat ik nu deze sessie gekozen heb in sessie, of deze presentatie gekozen heb in sessie ronde 1. En zo kun je ze allemaal bij langs. En als je nog een keer op back klikt, kun je naar de volgende dagen. Nou, dat voor wat betreft het programma. Nieuws geeft in feite gewoon de RSS-feed weer van de verschillende berichten zoals die verschijnen op de website. En de knop YouTube is wat verwarrend, want in feite is dat een vergelijkbare soort knop. Alleen staan daar wat andere feeds. De Twitter-feed vind je daar, een RSS-feed voor het weblog en de berichten die daar verschijnen. Nou, hier zie je dat in beeld. YouTube OED 12 is al aangemaakt en de bedoeling is dat er volgende week filmpjes gemaakt worden. En die zullen dan hier verschijnen en er is ook een link naar LinkedIn. Oké, informatie, nou dat mag duidelijk zijn, informatie over hoe het programma werkt, informatie over de inloggegevens in het WTC, dat is wel mooi, want iedereen kan daar dus internetten. Er is geen EduRoam beschikbaar, maar er is wel internet. Informatie over de locatie, over de organisatie, surf en kennisnet, en dat wordt nog een keer dunnetjes overgedaan met deze knop. Nou, dan komen we bij de thema's. Nou, die zijn verschillend voor het HO en voor PO, MBO en VO. Mooi zou zijn geweest wanneer je vanuit de thema's zou kunnen doorklikken naar de presentaties die daarna gekoppeld zijn, maar dat is helaas niet het geval. Nou, misschien is dat een idee voor volgend jaar. Dan de knop keynotes. Hier krijg je een overzicht van de verschillende keynotes op de verschillende dagen. Klik ik bijvoorbeeld op André Kuipers, dan krijg ik de informatie te zien en wanneer en waar hij zijn presentatie komt geven. Oké, dan hebben we nog de deelnemers. Ja, die knop die lijkt het op dit moment even niet te doen. Vorige week kreeg ik hier een keurig overzicht van alle deelnemers. Overigens is die wel beschikbaar via de website, dus daar kun je zien wie je mag verwachten op de onderwijsdagen volgende week in Rotterdam. Ten slotte nog het netwerkplein en daar krijg je een overzicht te zien van alle verschillende leveranciers die op de beursvloer aanwezig zullen zijn. En ja, per leverancier krijg je wat extra informatie. Scientia is bijvoorbeeld ook het bedrijf dat deze app aanbiedt. Parantion, die doet wat samen met Presentations to Go, heb ik gezien. En die hebben ook nog een primeur op de onderwijsdagen. Want dan laten ze wat moois zien. Maar ik ga geen reclame maken.
Nou, dan heb je hier ook nog deze knoppen. Deze heb ik al een paar keer gebruikt, want die brengt je terug naar de startpagina. De tweede knop, die laat eventuele alerts zien. Wat houdt dat in? Nou, op het moment dat er een update is bijvoorbeeld, dan gaat hier ook een nummertje komen. En dan betekent dat dat er een update is voor dit programma. Dat zie je ook bij die alerts. Het pijltje naar beneden. Dat laat de update zelf zien, als die er zijn. Dan laat deze knop zien wat je het laatst bezocht hebt, zeg maar. De knop daaronder, die geeft je de mogelijkheid om een pagina via e-mail te versturen of te delen op Facebook of via een Twitterbericht. En tenslotte kun je ook nog suggesties sturen naar de organisatie. Nou, al met al een prima app. Werkt goed en vooral makkelijk vanwege het programma natuurlijk. Want dat betekent dat je niet met een heel dik boek hoeft te lopen. Maar dat je heel snel te zien krijgt waar je voor gekozen hebt en wat er aan mogelijkheden is. Nou, tot zover deze screencast over de OED 2012 app.